Maar weet je wat zo leuk is, Wouter? Dit toestel is ook ooit aangeboden geweest aan de Nederlandse staat als opvolger. Voor de tijd. Van de op. Ja. Maar we wilden het niet hebben? De 104 toen de tijd. Maar wilden we niet hebben? Nee, wij hebben gelukkig gekozen voor de F-16. Gelukkig ook. Gelukkig, ja, het is toch een prachtig toestel. Maar deze Vikken, dames en heren, die kan iets speciaals. En ik ga u niet vertellen wat die kan. Want het is leuk om zo meteen te zien. Maar ergens in zijn display straks gaat hij iets doen wat u vandaag bij geen enkele andere straaljager zal gaan zien. En dat maakt het heel erg bijzonder met deze Vikken. Maar nu eerst van links. De naverbrander gedaan. Daar komt hij, de Saab Vikken van de Swedish Historical Flight. Dit is geen herrie meer, dit is gebulder. Dit is gewoon gebulder. De vlieger van dit vliegtuig op dit moment is Stellan Andersen. Andersen, hoe kan het ook anders? Andersen, natuurlijk heet die man Andersen. Met een prachtige leeftijd van 71 jaar. En deze Stellan Andersen is ook de oprichter van een groep mensen die zich bezighoudt met de Zweedse historische luchtvaart. Nou, hebben die Zweden destijds heel erg nagedacht of het niet verstandig zou zijn om een vliegtuig van buiten te halen. En dat hebben ze ook wel onderzocht om uiteindelijk te concluderen dat ze toch zelf een toestel wilden ontwerpen. En dat hebben ze dan ook gedaan. En daar is deze Saab Vikken uit voortgekomen. Ja, dit toestel, de Saab JA37 Vikken, van de 37 Vikken, heeft gewoon nog tot af 2000 gevlogen. Want zijn langzaam zijn ze uitgefaseerd en de opvolger daarvan, die hebben we vandaag eerder in de show gezien, was die Saab 39, die Gripen. Ja, we maken eigenlijk hele rare sprongetjes in de tijd, van voor naar achter en weer terug. Ja, maar dat is ook mooi met zulke oude toestellen, wat vroeger dan operationeel is. En dan was, hè, vroeger was die operationeel, eigenlijk is die nu weer operationeel. Alleen dan weer in de historische vlucht. Het is echt prachtig om naar te mogen kijken. Het is goed om te realiseren. We hebben dat al een paar keer meegemaakt. De vliegtuigen tegenwoordig, en nogmaals, die term heeft u al wel eens gehoord, die vliegen, zoals dat heet, fly-by-wire. Het is de computer die als het ware tegen de roeren zegt, nu gaan we linksaf en nu gaan we rechtsaf. In de tijd dat dit vliegtuig werd ontwikkeld, en dus ook geldt dat voor deze machine, waren er gewoon stangen en allerlei snoeren liepen er naar de roeren toe. Dus er kwamen helemaal geen computers aan te pas. Gewoon ouderwets schroefjes en lijnetjes waar het over liep. En dat werkte ook prima. En zo te zien kan hij daarmee lekker rollen en lekker sturen. En ook zoals bij de Saab Draken wordt ook deze Vikken aangedreven door een Volvo motor, namelijk de RM8B. En die levert maar liefst 75 kilonewton zonder de naverbrander. Zoals die dus nu aan het vliegen is als het ware. En zodra die naverbrander aangaat, geeft hij een stuwkracht van 125 kilonewton. En ik kan u vertellen, dames en heren, dat is heel veel. De term die misschien al wel eens gevallen is, is de term STOL. En dan STOL. En dat staat voor Short Takeoff and Landing. Laten we even voorbij komen. Met het prachtige gebulder. En dan kan ik u uitleggen dat een van de eigenschappen is waar het vliegtuig aan voldoet. Een stol-eigenschap. Dus je hebt niet heel veel ruimte nodig om het vliegtuig te laten opstijgen of om het vliegtuig te laten landen. En dan is er nog iets, die term is wel leuk om even uit te spreken. Dat is dat er eigenlijk twee vleugels op zitten. Een grote vleugel achterop en een wat minder grote vleugel voorop. Die daarvoorop, dat veetje eigenlijk, heet een kanaarvleugel. En hij maakt zich op om, wat zal hij gaan doen?
Ja, ik weet wat hij gaat doen. Want ik heb het natuurlijk. Nee, ik ga het niet zeggen, want dat is gewoon heel bijzonder wat hij gaat doen. Is dit het moment? Dit is het moment. Daar ben je al sinds gisteravond over aan het praten. Dit is echt. Dit gaat nu gebeuren. Ja, nou niet nu. Maar zometeen wel, want hij heeft zijn wieletjes al wel uit. Dus hij zwaait nu even. Een beetje heen en weer. Ja, want dit vliegtuig waar jij het net over had, Wouter. Je had het over Stoll, hè, de short take-off and landing. Ja. En dat is ook waar dit toestel voor ontworpen is. Hè, wat ook eerder met de Saab Draken aan boord kwam, is dat ze in Zweden gewoon vanaf een stukje snelweg kunnen gaan landen en kunnen gewoon opstijgen. En dat is ook iets wat dit vliegtuig namelijk heel goed kan. Opstijgen op hele korte stukjes. En ook landen op extreem kort, hè? Extreem kort. Extreem kort. Denkt u eens na, hoe kort, hoe weinig baan zou dit toestel nodig hebben om te kunnen landen en te kunnen stijgen? Hoe kort minimaal, denkt u? Zo meteen krijgt u het antwoord en kijken of u dan een beetje in de buurt zit. Hij wilde nog heel even laten zien dat hij ook heel hard kan. Fantastisch. Nu kijken wat er gebeurt en het vermoeden bestaat, ja hoor, er gebeurt het al, dat hij nu zijn wielen uit gaat doen en dat hij doet alsof hij gaat landen. Het is een beetje afhankelijk van de regie, maar gisteren hadden we het fantastisch mooi in beeld, want wat er eigenlijk gebeurt achter in die motor, daar zit een soort klep. Ja. En die klep die gaat om die motor heen, die pakt als het ware die motor in en dan creëer je daarmee een reverse thrust. Dus de uitlaatgassen gaan niet meer naar achteren, maar naar voren. Dus hij remt af. Hij remt en dat doet hij heel snel. Oké, let op. Hij hangt nu voor de baan. En jij zegt dat hij heel snel stilstaat? Hij staat heel snel stil. Hij raakt nu de grond. Die thrust reverse gaat vol aan nu. Je ziet hem even vol op in de brakes. Dames en heren, mocht u het niet zien, kijk even naar de schermen. Dan kunt u het heel duidelijk zien wat deze kan doen. Dan ziet u ook nu dat klepje daarachter op die motor, dat dus dicht is. Dus die uitlaatgassen worden nu omgedraaid, waardoor hij dus... Kijk eens hoe mooi. Op die schermen kunt u het heel goed zien. U ziet nu dat die motor als het ware dicht is. En wat hij nu gaat doen... Hij staat nu stil. Ja, die kan op de schermen kunnen... En dan gaat hij achteruit. Dat kan niet, want dat doen vliegtuigen nooit. Nou, dit is een straaljager. Die kan achteruit. En dat doet hij nu. Kijk maar. Ja, inderdaad. En dat was het grote voordeel van dat Stoll, dat hij heel snel... achteruit inparkeren dit. Ja, maar dat deden ze vroeger ook. Dan deden ze op een stukje snelweg. Wat ze dan gebeurde, is dan konden ze als het ware een soort P-haventje en daar stonden ze dan geparkeerd. Dus waar normaal een vliegtuig een autootje voor nodig heeft om hem naar achter te duwen, kan dit vliegtuig dat gewoon helemaal zelf doen. Ja, kijk, nu hebben we de landing gezien. Ja. Maar hij kan ook nog heel snel omhoog. En dat gaat hij nu laten zien en laten horen. En weg is hij. Maar hoeveel... Ja, wij konden het natuurlijk vanuit onze box heel goed zien. Maar hoeveel meter zou het nu? Nee. 30 of 300? Nee, nee.
En de Saab gaat nu richting het begin van de baan en gaat nu een landing doen. Zoals we die bij de meeste vliegtuigen zien. Gewoon heel ordinair, waar hij een paar honderd meter nodig heeft. Hij hangt, nou, term is al een paar keer gevallen, op finals. Dat is de laatste fase voordat de kist de baan raakt. En dat gebeurt nu. We zien twee witte rookwolkjes bij de wielen. En hij staat op de baan. Wat een prachtige kist is dit. Je ziet hem ook op de schermen lang achterover hangen. Dat aerodynamisch afremmen, aerodynamic braking wat hij eigenlijk doet. En dan rolt hij zo langzaam uit. En met het einde van de demonstratie van deze figure gaan er een paar vliegtuigen naar huis, dames en heren. Als u een beetje straks naar rechts van u kijkt, dan ziet u daar een aantal vliegtuigen staan. Er staan F-16's. Er staat een F-35. Maar dat straks. Maar eerst gaan de Blades en de Red Arrows er even naar huis.